ik hou van pizza of zo. Cheesy crust, dat vind ik wel lekker, denk ik. Hallo iedereen, ik ben Jan en vandaag ga ik jullie een tutorial laten zien over thuisbezorgd.nl. Dit is hoe je eten kan bezorgen met behulp van dus thuisbezorgd.nl. We beginnen met de eerste stap. De webbrowser openen en naar de website toe gaan. Voor de mensen die het niet weten, je kunt hier op het zoekding drukken en dan kun je hier bijvoorbeeld Firefox opzoeken. Wat we dan gaan doen is naar het zoekbalkje toe gaan en we schrijven thuisbezorgd.nl. Stap 2 is het adres invoeren. Nou, ik ga niet mijn eigen adres doen, want dat is niet zo handig op YouTube. Dus ik schrijf maar iets van Ens of zo op. Of Enschede Centrum, dat kan ook. Stap 3 is de plaats aanklikken waar je je eten vandaan wil halen. Bijvoorbeeld Domino's Pizza. En dan zie je zo'n hele lijst met pizza's en andere dingen die je kunt halen. En we gaan er even een paar aankruisen. Dus bijvoorbeeld, we willen Pizza Perfect Pepperoni. Oké. Dus nu hebben we een Pizza Perfect Pepperoni. En die kunnen we aanpassen naar hoe groot we het willen. Bijvoorbeeld, we kunnen medium doen. We kunnen Italian Large Family XXL. Maar wij houden hem gewoon op medium. Cheesy crust. Dat vind ik wel lekker, denk ik. En tomatensaus. Nou, en dan kun je een heleboel toppings erbij doen. En dat kost dan ook meteen geld erbij. En om het te bestellen, druk je op de prijs. Daar moest ik eerst ook nog even achter komen. Dan staat het in je winkelmandje. Wat je dan kunt doen is minder pizza's of meer pizza's doen. En je kunt ook een opmerking er toevoegen. Zoals ik hou van pizza of zo. Dus zo kun je je bestelling toch nog wat meer aanpassen. Dus wat je dan doet is je drukt op bestellen. Nou, dan zie je hier straatnaam, huisnummer en straatnaam en huisnummer. En dan heb je voor je huisnummer in. En dan hoe ben je te bereiken? Nou, kun je je naam opschrijven. Als je contact met mij wilt opnemen, kun je naar mijn e-mailadres toe gaan. Of join mijn Discord. Sorry dat ik deze video onderbreek, maar ik heb een Discord server onlangs geopend. Op deze server kun je dingen zien zoals sneak peeks, je kunt de planning van het kanaal zien, je ziet updates van mijn kanalen, je kunt op video's feedback geven en natuurlijk kun je gewoon zitten en chatten met mij. En de link van de Discord server staat in de beschrijving. Ik hoop dat ik je daar zie. Mooie reclame, hè? En je telefoonnummer. Nou, deze ga ik niet er echt inzetten, dus doe gewoon maar. Mooi telefoonnummer, hè? Dus nu kunnen wij onze bezorgdheid aanpassen. Dus dan kunnen we hier bijvoorbeeld zeggen, het moet om 7 uur worden bezorgd. Dus dat kunnen we gewoon instellen. Dan kun je nog opmerken voor restaurant. Hoe wil je betalen? Kun je contant doen met Ideal, Visa, Mastercard, American Express, thuisbezorgd.nl, zakelijk, PayPal, Bitcoin en VVV cadeaukaart. Dus wat ik ga doen, ik probeer het zo safe mogelijk te doen en probeer niet het echt te bestellen, want ik hoef geen pizza vanavond. Ik doe PayPal. En dan zie je ook meteen de transactiekosten. Een voucher, als je die hebt, dan kun je die invoeren, maar ik heb er geen één, dus die hoef ik niet te doen. Ik ga naar Ideal switchen. Druk je op nu kopen en dan word je doorverwezen naar je bank. Nou, ik ga voor de rest helemaal niks meer doen. Want ik ben echt bang dat ik het per ongeluk bestel en zo. Maar dat is hoe je eten bezorgt met thuisbezorgd.nl. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Als het zo is, geef een like en abonneer. En ik zie jullie de volgende keer. Doei!